Welkom bij de Q&A. Ik heb een paar maanden geleden een oproep gevraagd, Mark, van een Q&A. Ja, ik had nog niet de gelegenheid om het op te nemen. Of misschien ook wel geen zin. Kan ook. Maar ik heb wel een aantal vragen binnengekregen. Heel veel van Katja Vlogs. Dat is een hele goede, vind ik, goede YouTuber. Op het eind van het filmpje ga ik er nog wat over vertellen. Maar eerst ga ik even de vragen behandelen die ik heb binnengekregen. 1. Hoe lang ben je al bezig met YouTube? Nou, dat is een goede vraag. Weet ik niet zo in. Voor mij 2014 of zo. Eerst had ik alleen maar DJ-mixen geplaatst en zo. Dat vond ik wel leuk. Maar uiteindelijk, ja, toch maar toen ben ik met de berenvlogs begonnen. Ja, dat vond ik gewoon leuk om te doen. En verder rest, ja. Ik maak gewoon filmpjes waar ik blij van word. Ik heb ook wel een keer gevlogd, maar die heb ik allemaal weer weggegooid omdat het niet echt iets van mij, bij mij past. Wat is je lievelingseten? Nou, mijn lievelingseten is natuurlijk wel gewoon Hollandse pot, boerenkool met rookworst en spekjes. Spekkaantjes of spekjes, hoe je dat ook wil noemen. Maar ik ben ook gek op vis, vind ik ook lekker. Maar bij mij moet je niet aankomen met tuinbonen, want dat vind ik echt, vind ik echt vies. Of mosterdsoep. Hoef ik ook niet. Vind ik echt, ja, sorry dat ik het zeg, vind ik niet lekker. Ja, hobby's. Nou, mijn hobby's. Mijn hobby's zijn, ja, YouTube. Vind ik filmpjes maken, vind ik gewoon leuk. Zwemmen, vind ik leuk. Wandelen. Wat ik nog meer graag, autorijden. Ik heb een auto. Vind ik zelf ook heel leuk om te doen. Afspreken met vrienden, vind ik leuk. Ja. Kortom, ik vind te veel dingen leuk om te doen, dus ik kan niet zomaar specifiek iets opnemen van zo, dat vind ik leuk. Ja, en ik kijk ook graag naar YouTube filmpjes, vind ik ook heel leuk. Word je verdrietig van? Nou, ik word verdrietig van als ik zo zie dat mensen zich mishandelen. Als je anders bent, bijvoorbeeld homo's. Als je twee homo's hebt, ik ben zelf niet, maar je hebt twee mensen die zijn homo. En die worden in elkaar geslagen. Of je bent transgender, word ik maar mishandeld. Ja, waarom is dat voor nodig? Omdat je anders bent, moet je dan elkaar even mishandelen. Ja, dat slaat vind ik echt nergens op slaan. En ik vind het vreselijk als mensen elkaar zo'n pijn, een verschrikkelijke pijn doen. Daar hoef ik echt niet. Gelukkig van. Nou, ik word gelukkig van als de zon schijnt. En lekker een stukje muziek vind ik ook altijd wel gelukkig van. Van Martin Garrix vind ik leuk. Die kan ik, dat is een goede Nederlandse DJ. Dus vind ik wel fijn om naar te luisteren. Maar waar ik me echt meer gelukkig van. Een lekker zonnige dag. Lekker naar de openluchtmuseum gaan. Vind ik ook heel leuk om te doen. Dat is wel een ding van dingen wat ik heel graag doe zelfs. Ja. Wat is jouw lievelingsdier? Mijn lievelingsdieren zijn wel leeuwen. Vind ik heel mooi om te zien. Maar ik hou ook wel van vleermuizen. Ja, waarom zeg je ze dan ineens? Vleermuizen? Nou, vleermuizen vind ik hele bijzondere dieren. Die zijn klein, die hangen over de kop. Soms wil ik de balk naar de krakon doen. Maar ja, als ik over de kop ga hangen, dan val ik op de grond. Dus daar heb ik geen zin in. Maar ja, dat vind ik mijn leuke lievelingsdier. Wat is jouw lievelingskleur? Mijn lievelingskleur is rood. Dat vind ik mooi. En zwart. Maar zwart vind ik ook best mooi. Best een mooie kleur. Ja, zwart vind ik, ja. Ik weet niet wat. Mijn heb zwart vind ik best wel mooi. En rood dus ook. Een blauw, ook best wel. Wat maakt je bang? Wat maakt mij bang? Nou, als ik s'avonds naar buiten ga, en ik moet door een steeg, en ik zie daar grotere jongens staan, een groepje, maakt me wel angstig om daar doorheen te moeten fietsen of lopen. Dan neem ik liever een andere weg, dan dat ik daar langs ga. Ja, en ik hou er niet van om in de onweer te gaan zitten. Wat is je favoriete film? Nou, ik hou heel erg veel van de James Bond films, vind ik leuk. Skyfall vind ik wel leuk, Spectre vind ik ook een hele leuke film. Maar ik hou ook heel veel van Harry Potter films, vind ik ook leuk om te zien. Maar ik hou ook van een Nederlandse film zoals Het Spijt. Dat vind ik een film die zit een verhaal in en dat vind ik best leuk. Die verhaal in, die jongen wordt gepest, pleegt zelfmoord uiteindelijk door dat oude gepest. En dat vind ik best een mooie aangrijpende film. Ook nog een film. Vraag binnen. Wat wil je bereiken met YouTube? Nou, wat wil je mee bereiken?
Nou, ik vind het gewoon, ik wil er niet per se iets mee bereiken. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, mensen kunnen wel zeggen van, waarom maak je de berenvlogs? Is toch kinderachtig? Ja, misschien vind je dat kinderachtig. Ja, dan hoef je dat niet te kijken. Even een beetje. Ja, het hoeft niet echt kinderachtig te zijn. Als je dat kinderachtig vindt, dan kijk je dat nog niet. Maar ik vind het gewoon leuk om YouTube-filmpjes te maken en mensen bereiken dat ze een beetje, ja, probeer mensen af te leren dat ze niet zo moeten schelden met ziektes of zo. Daar doe ik de berenvlog voor. Ja, ik doe er vaak wel veel in. Maar ja, zo ben ik. Ja, en ik doe gewoon YouTube-filmpjes maken. Wat is je favoriete YouTuber? Nou, een van mijn favoriete YouTuber is Katja van Op de Bos. Daar heb ik toen al ooit eens een keer een reviewtje van gemaakt. En die heeft mij dat teruggedaan. Vond ik wel vriendelijk van haar. Jenna Mini, dat is ook een favoriete van mij. Ze hebben allebei, ze komen allebei uit België. Ja, ik hou ook van Enzo Knol, dat is een Nederlander natuurlijk. Die kent bijna iedereen. Dat vind ik leuk om te zien. Ja, ik kijk ook heel graag naar shoplogs. Ja, zeg je dus dan, mannen die naar shoplogs kijken? Ja, dat kan. Ik hoef me er niet een handdoek om te binden wat ik naar kijk om te verklaren waarom ik daar kijk. Ik vind het gewoon leuk om te kijken. Ja, waarom zou ik dat niet doen? Je moet kijken wat je leuk vindt. Tot zover deze Q&A. Dat waren de vragen die ik heb binnengekregen. Ja, ik heb er één vraag tussenuit gehaald. Ja, wat zijn je goede voornemens? Ja, die kan ik nu beantwoorden, maar we zitten lang niet meer met kerst, dus dat hoeft niet. Maar ja... De eerste vraag waren van Katja. Die had een aantal vragen ingestuurd. Die heb ik allemaal beantwoord. Eerst eerlijk mogelijk. Vind ik best leuk. En ja, kijk even ook op haar kanaal. Katja op de Bos. Ik zal de link even delen in deze beschrijving. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En laat ook even achter in de comments wat jij wel ziet op deze kanaal. Zie je een home tour? Dat kan ik wel wat doen. Of wil je een omgevingenwandeling maken? Of heb je nog een idee voor je berenvlog? Een titel of zo'n onderwerp? Dan ga ik kijken of ik daarmee kan wandelen. Een paar jaar terug heb ik een onderwerp gehad. Ik doe iets met een bos. Nou, daar kwam ik achter een winterslaap. Die heb ik van Linda Oudekerk. Dat is ook een goede vriendin van me. Dat is, die heb ik gebruik. En het onderwerp gebruik. En Sisa Hopsa. Net zoals de bibliotheek van de berenvlog. Er staat in het teken van kinderboekenweek. Dat vond ik wel leuk om dat zo te doen. En zo kun je altijd elkaar helpen om filmpjes te maken en ideeën op te doen. We zijn een wereld om elkaar te helpen, vind ik. En mijn motto is altijd, probeer altijd positief te blijven. En door geloof in dromen, dan komen ze uit. Ja, hoeft ook niet, maar per se. Maar het is wel het mooiste wat er is. Nou, tot zover deze video. Bedankt voor het kijken. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Tot de volgende keer.